Ik zie wel eens mensen en die hebben dan zo'n gouden ketting. Die hebben zo'n gouden ketting en die hebben dan gouden armbanden. En dan zie ik dat en dan denk ik toch altijd van, hè, maar wat vinden die mensen dan wel ordinair? Nou, dat is toch heel raar als dit van goud is en dat is allemaal van goud en je vindt dat niet ordinair. Waar ligt jouw grens dan? Dan vind je het dus blijkbaar pas ordinair als, weet ik veel, iemand zelf helemaal van goud is. Dat je denkt, ja, nee, sorry. Nee, als iemand helemaal van goud is, nee, dat vind ik ordi. Ken je Oscar van de Oscar-uitreiking, ken je die? Ja, nee. Nee, die man is helemaal van goud. Ik snap het ook helemaal niet. Mensen hebben een soort bord voor hun kop. Dat hebben we gewoon. Gewoon, je kan jezelf gewoon wijs maken dat het anders is dan het is. Je zou in feite gewoon naar iemand toe kunnen gaan, toch? Van, hey, kent u het woord ordinair? En dan moet die man, die moet toch ook van, ja, dat ken ik wel. Nou, wat is dat dan? Ja, dus dat je zo allemaal gouden dingen draagt of zo. Oh, wat leuk, wat voor dingen? Ja, zoals deze ketting die met mijn eigen naam erop. Ja, maar mensen hebben geen idee hoe ze overkomen. Totaal. Ik hoorde laatst ik iemand zeggen, ja, ik ken niet zo goed Engels. Dat je denkt, ho, ho, rustig, relaxed, één probleem tegelijk.